Mannetjes in rood. We geven één hint. Ze hebben wat te maken met deze mannetjes in rood. Het is een actie van de provincie die dit jaar inzet op nul doden in het verkeer. Vandaag ging het vooral om jongeren erop te wijzen te stoppen voor rood. Want dat doet lang niet iedereen. Ja, volgens mij hadden de fietsers groen, dus ik denk, dan loop ik ook even door. Dit jaar is het jaar van de jongeren. Jongeren zijn behoorlijk vaak slachtoffer in dat verkeer. Omdat ze nog jong en onervaren zijn, risico's nemen en ja, dat soort dingen. En dan, dit is de reden waarom de provincie Brabant heeft gezegd, zorg ervoor dat er eigenlijk zo min mogelijk doden en slachtoffers vallen. En doe dit soort acties dan om het gedrag te verbeteren. Ik denk dat sommige mensen er helemaal niks mee doen. Maar ik denk wel dat de volgende keer als ik bij een stoplicht sta, dat ik dan even denk aan die rare mensen die mij kwamen overvallen. De jongeren die zich aan de regels hielden, kregen zelfs een beloning. Lampjes, hè? Ben je er blij mee? Ja, ik ben er zeker blij mee. Ja, je krijgt niet vaak gratis dingen hier in dit land. Brabant kan dit jaar nog meer acties verwachten.